De Dijk, laatste wedstrijd voor hun thuis in de tweede divisie. We gaan een treetje lager proberen. Ontvangen de treffers. Dat moet proberen de na-competitie te ontlopen. En is hier dicht bij een doelpunt. Verstegen geeft op Maatsdorf. Die heeft hier de bal nog wel binnengehouden. Maar hij heeft eigenlijk moeten scoren. Borgman weet dat te voorkomen. De doelman, de jonge doelman van De Dijk. De Dijk dat wederom goed weerstand bood. Dat heeft het eigenlijk ook gedaan sinds het in de problemen kwam. Het heeft alleen nog maar heel weinig punten verzameld. En daar gaat het toch uiteindelijk om. Hier wordt Verstegen vrijgespeeld. Niet Verstegen. Na ruim een kwartier spelen betekent dat de voorsprong voor de treffers. De treffers dat het liefste maar moet winnen om de na-competitie te ontlopen. Althans, als hij kijkt en ziet dat het goed is. De voorsprong is daar. Siers gaf goed aan. Dan in de tweede helft De Dijk met een hele prachtige gelijkmaker. Damien Menso. Hij keek en hij doet dan ook uiteindelijk wat hij wil. Hij kijkt waar de keeper staat en dan haalt hij toch prachtig uit. Doelman Cornelis is dan geslagen. En hij baalt van zo'n afstand gepasseerd worden. Dat wil je als keeper niet. Ja, je wil überhaupt nooit gepasseerd worden, maar zo al helemaal niet. Hier is Eef van Riel aan de linkerkant vandoor. En dan met buitenkant rechts een voorzetje. De tijd wordt opgepikt door Maatsdorf. En waar hij in de tweede minuut van de wedstrijd miste, is hij hier wel effectief. Komt goed voor zijn man, voor Baten. En dan is doelman Borgman ook kansloos. Het is voldoende uiteindelijk voor de winst. Winst die de treffers zo nodig hadden.